Kanaal! Ik ben TMI weer aan het hacken, staat de camera aan. Wacht, ik ga eens zien. Hoe ver zitten we, maat? Bijna. Camera staat aan. Bijna. I'm in. Alright, let's kick some ass! Woehoe! Het is mijn gitaar, Aegis. Daar staat mijn versterker, de Beast. 200 watt raw power. En daar beneden ligt een pogo, volledig uitgeteld na een nachtje gamen met Star Wars Rogue Leader. We gaan Apollo nu trakteren op een lekker ochtendmelodietje. Is Medal of Honor Allied Assault. World War II First Person Shooter. Duitsers tegen Amerikanen. En jij bent natuurlijk Amerikaan. Eerste wapen reloaden, ja. Granaal, leg eens een beetje uit over deze particulier missie. Wel, ik heb net deze infiltrant bevrijd uit de klauwen van de Duitsers en ik ben nu slammen met hem. Een dansje aan het doen. Een weg aan het banen naar de vrijheid. Maar eerst moeten we de secret documenten nog terugvinden. Yes. Yeah! Hij heeft hem hier een tik op zijn kanus gegeven. Ah, hier zijn. De AI ziet er alleen nog eens uit. Now let's get the explosives. Dus ik heb nu nieuwe objectives gekregen. Steal explosives from the fortress. Right. En waar, jongen? Oh, naar boven. Quake 3, Team Arena, kijk, engine. Kijk, hij heeft blijkbaar hitpoints nodig. Want hij heeft zo'n boxje gaan halen. Achter deze muur houden zijn ze blijkbaar iemand aan het gijzelen, of aan het mortelen. En ze spreken inderdaad echt Duits, de Duitsers. Maar een stuk realistischer dan Onkel Bob gevoezel. Ja. Eigenlijk wel raar, hè? Dat er twee World War II shooters vlak na één uitkomen. Dat zijn de Wolfenstein, die pas uit is. En dit komt uit eind januari. Maar ik vind dit een stuk plezanter, als ik eerlijk moet zijn. Oh, explosives. Explosives dienen om stuff op te blazen, dus. Kijk, kijk. En kan je erover uitschuiven ook? Die omgevingen zijn echt wel knap. Hier moeten we dus echt opletten. Ah, hij heeft blijkbaar eerst wat dorst. Hem opletten dat die lichten ons niet lachen. Dus als ik hem volg, dan worden we niet gedetecteerd. Als ik in zo'n lichtstraal ga staan, dan ja. Shit hits the fan. Big time. Wat ik wel spijtig vind, is dat er geen bloed in het spel zit. Ja. Dus je kan wel honderden Duitsers na elkaar neermaaien, maar geen spatje rood. En hier moet ik dus een bom plaatsen. Hup, heb ik gedaan. En hij neemt... pas op, nog 5 seconden. Yeah! Off you go! En misschien heb je het gezien, een kleine hapering in het beeld. Ja. Het spel is automatisch gesaved. Wat niet wil zeggen dat je niet kan saven wanneer je wil, dat kan ook. Gelijk wanneer saven, kijk, voilà. Gesaved. Ouch!
Die kerel is een van de SAS trouwens. Kerel, is niet normaal man. Ik moet hier niet veel doen. Natuurlijk kan ik zelf van voorlopen en dan moet ik wel van alles doen. Maar toch leuk. En goed nieuws voor de fans van de oude. Alright, Wolfenstein, er zitten dus opnieuw honden in het spel. Oh no. Plus, yeah, de volledige landing van Normandië kan je naspelen en dat is echt niet normaal. Geloof ons, het is ongelooflijk. Maar dat gaan we niet laten zien, dat moet je zelf maar ontdekken als je dit spel op je harde schijf plooit. I'll get some transportation for us. Good luck, Lieutenant. I'll see you soon. Tally ho! Heroes of liberty-loving people everywhere march with you. Tijd voor gratis gaming fun met de crappy demo van Beachhead 2002. Ja, yeah, ze zouden die beter Airhead 2002 genoemd hebben, want je moet echt wel een totale luchthoofd zijn om hiermee te spelen. Het is totaal verstand op nul en knallen. Dus ze komen, je zit zo in een soort van bunker met een geweer en dan komen er overal. You're dead meat, boys. Dus het is eigenlijk de landingszijde van Saving Private Ryan met jou als Duitser. Ja. En het geweer heeft de vervelende eigenschap om zo wat na te draaien, verstaat je wat ik wil zeggen? Als je naar rechts gaat en je terug naar links, dan reageert hij niet direct, waardoor dat je zo, waardoor het echt wel moeilijk is. Anders ging het een beetje te gemakkelijk geweest zijn waarschijnlijk. Dus ja, dus knallen hè. En compleet smakeloos spel, maar toch gratis te downloaden. Voilà, voor als je eens lekker wilt knallen. Deze week zijn voor PC-spel Rally Trophy. Wil je de expert modus, alle stages en wagens activeren, start het spel dan op met de naam Heb je dit niet zo goed verstaan? Stuur dan even naar onze site waar je het allemaal nog eens rustig kan nalezen.